Welkom bij weer een nieuwe uitzending van het programma Uit een Oude Klomp, verzorgd door de historische vereniging Soest-Soesterberg in samenwerking met Eemland 1 TV. In deze uitzending een film uit 1939, gemaakt in het weekend van 5 en 6 augustus, toen de pastoor van de Maria-parochie in Soestdijk, Monsieur Smit, vierde dat hij 25 jaar ervoor tot priester werd gewijd. Hij was in 1932 benoemd als pastoor van deze parochie en was dat uiteindelijk tot 1966 toen hij met emeritaat ging. Hij heeft veel voor de parochie betekend, niet alleen als priester, pastoor, maar ook als herder die begaan was met zijn parochianen en zorgde voor de verdere ontwikkeling van de katholieke gemeenschap in Soestdijk, met name op het gebied van onderwijs, nieuwe verenigingen zoals voetbalvereniging, een boeren- en tuindersvereniging, de scouting, gymnastiek. Hij zorgde ook voor een eigen begraafplaats aan de Kostverlorenweg en een parochiehuis, het Lutgerisgebouw aan de Vredehofstraat. Het jubileum in 1939 werd groots gevierd met veel ceremonie. In de filmbeelden die we komen uit het archief van het project Bewegend Beeld uit 2004, zien we het inhalen van de jubilaris vanaf het einde van de Koninginnelaan in een met witte bloemen versierde auto en voorafgegaan door de Soester Harmonie, paarden en de vertegenwoordiging van diverse jeugdverenigingen. Ook in de film, de aanvang van het lof op zaterdag 5 augustus en op zondag het binnengaan van de kerk voor de pontificale viering, de receptie in het Lutgerisgebouw en tenslotte een defilé van verenigingen en organisaties langs de pastorie die aan de burgemeester Grotestraat stond. Opvallende aanwezige is ook zijn broer monsieur Olaf Smit. Die werkte als kanunnik in Rome. Ook zien we de gemeentesecretaris Batenburg en tal van prominenten in die tijd. En een andere opvallende rol was weggelegd voor kapelaan Veemeijer, die we alles zien regelen en ook uiteindelijk de film heeft betaald. Hij was een teller trouwens uit de familie die Vrome Dreesman bezaten. Aansluitend aan de film zien we nog oude beelden van de begraafplaats aan de Kostverlorenweg, geopend in 1932. Beelden van de sacramentsprocessie die tot 1962 door de tuinen van Marienburg trok vanuit de Mariakerk. En tenslotte beelden van de afbraak van de oude Mariakerk die in 1926 was gebouwd en in juli 1978 werd afgebroken met de stem van Peter Beyer. Deze beelden waren onderdeel van de film Soest-Lindorp uit 2004. Het zijn trouwens allemaal oude archiefbeelden waarbij de kwaliteit natuurlijk niet optimaal is zoals we die nu gewend zijn.
sea. We thought that we would always play around the linden tree, around the linden tree. In die tijd was ik misdienaar bij de Mariakerk, dus daar was ik heel erg mee bezig. Je weet, een misdienaar is, hè? Zeg maar een altaarboy, noemen ze het Engels. Ik vond het leuk om dat te filmen. Die nieuwe kerk zie je hier al staan, hier links, in aanbouw. En die oude kerk die wordt gesloopt. En ik vond het heel indrukwekkend. En de mensen ook, hè? Als je dat hier ziet, hoeveel mensen er eigenlijk naar kijken. In een tijd van een paar weken was dat ding weg. En na jaar 78 is dit geweest. September, oktober 78. Die periode moet geweest zijn. En heel apart, want elke dag zag je het weer dat het een stuk minder was. Ik vond het een mooi gebouw. Ik vond het ook zonde dat het wegging.